In deze video wil ik je even meer informatie geven over de Equine Assessment Blueprint. Maar vooraleer te starten wil ik toch even duidelijk maken dat de Equine Assessment niet is bedoeld als vervangmiddel voor veterinaire hulp. Dus als er iets aan de hand is met je paard, bel de dierenarts alsjeblieft. Voor wie is dit programma? In de eerste plaats voor de paardeneigenaar, voor de paardenliefhebber, voor hen die rescuepaarden hebben, voor zij die groom zijn, een paardentrainer of ook een paardentherapeut. Met andere woorden, dit programma is voor iedereen die van paarden houdt en die paarden wil helpen. Nu, wanneer doe je een assessment? In de eerste plaats zou ik een assessment doen voordat ik een paard aankoop. Wie weet heeft hij wel verborgen gebreken of mentale problemen. Verder zou ik een assessment doen als u wilt weten wat er zich afspeelt bij je paard. En verder zou ik ook een assessment doen wanneer het paard tekens toont dat er iets niet juist is. Natuurlijk zal je dan de dierenarts bellen, maar terwijl je op de dierenarts wacht, kan je al een assessment doen om meer te weten te komen over de locatie en het eventuele probleem. Nu, waarom zou je een assessment doen bij een paard? Wel, een paard is een prooidier. En een prooidier, die zijn meesters in het verbergen van pijn. Misschien is je paard kreupel. Misschien is er een indicatie voor een sacroiliac probleem. Of is het een heup, knie of spronggewricht probleem. Misschien is je paard reactief als je de zadelsingel aanspant. Misschien ziet je paard er triest en depressief uit. Of is hij vaak kwaad en probeert hij jou te bijten. Of kan die niet of wil die niet galopperen. Of misschien heeft hij het heel gemakkelijk om rechtsom in een cirkel te draaien, maar niet linksom. Misschien wil hij niet eten. Misschien is die aan het bokken. Of zie je dat je paard pijn heeft. Dankzij de Equine Assessment Blueprint laat jou in staat om via de huid met het paard te communiceren en te ontdekken wat er aan de hand is. Een kleine opmerking daarbij is bijvoorbeeld dat volgens het Kentucky Equine Research Center hebben zo'n 83% van de op de eerste zicht normale paarden gastric mucosa erosies in hun maag. Dus denk eraan, als er iets aan de hand is met je paard, laat de dierenarts komen en laat hem of haar een diagnose maken. Nu, wat kan jij doen met de Equine Assessment Blueprint? Wel, het kan jou bepaalde indicaties gaan geven. En die indicaties kunnen fysiek zijn, zoals problemen in spieren, gewrichten, pezen en botten, in de voorhand, de achterhand, in buik, op rug. Anderzijds kunnen de indicaties mentaal zijn. Bijvoorbeeld, heeft het paard angst? Heeft het paard hartkloppingen? Maar in de meeste gevallen zal je ook zien dat de indicaties zowel fysiek en mentaal of emotioneel kunnen zijn. En daarom is het ook zo belangrijk opdat jouw paard jou kan zeggen wat er aan de hand is, doordat jij met hem of haar kunt communiceren via het doen van een assessment. Nu, hoe zit het Equine Assessment Blueprint programma in elkaar? Er zijn 4 modules. In module 1, dat is een introductie, daar krijg je een voorbereiding. Daar ga ik je tips geven en dan ga ik je ook meer informatie geven hoe dat je een Equine Assessment veilig kunt uitvoeren. In module 2 gaan we over tot het effectief uitvoeren van de assessment. We hebben een les over de voorhand, we hebben een les over de achterhand, we hebben een les over buik en rug en dan hebben we nog een les voor de Swinging Leg Lameness Assessment. In module 3 gaan we over tot de resultaten. In de eerste plaats, hoe moet ik deze resultaten gaan interpreteren? Ten tweede, wat moet ik nu doen? Wat kan ik nu doen, nu dat ik weet wat er aan de hand is met mijn paard? Moet ik de dierenarts opnieuw bellen? Of moet ik een osteopaat of een chiropractor laten komen? Of een massagetherapeut? Of kan ik bijvoorbeeld Advanced Photonic Therapy gaan gebruiken? En dan hebben we ook nog een derde les. En dat is specifiek voor de mensen die Advanced Photonic Therapy al gebruiken. Geef ik hen hier een leidraad van wat ze kunnen doen voor hun paard in de situatie waar dat paard zich op dat moment bevindt. Nu, hoe steekt het programma eigenlijk in elkaar? Wel, ik heb 2 delen. In de eerste plaats is er een welbepaalde volgorde. En deze volgorde is ook de volgorde die jou de kans gaat geven om dit programma succesvol te volgen en ook succesvol uit te voeren.
Dit vind je dan terug in het tweede deel van mijn systeem. En dat is dat ik een stapsgewijze trainingsaanpak heb. Je gaat, alles is onderverdeeld in kleine stukjes. En elk stukje is iets dat je kan uitvoeren, waardoor je je niet overweldigd gaat voelen. Dus je krijgt kleine uitvoerbare stukjes met gedetailleerde informatie. En dit gaat dan leiden tot meetbare resultaten. Op welke wijze ga ik dat doen? Wel, ik gebruik diverse onderwijstechnieken. Enerzijds, zoals je weet, we zijn allemaal verschillend. En voor de ene speelt het visuele een grote rol. Voor het andere is het auditieve. Sommigen willen dit in groep doen. Anderen willen dit liever alleen doen. De verbale is belangrijk, het fysische is belangrijk en het logische is belangrijk. En dat bereik ik door op alle niveaus te gaan werken. Enerzijds ga je video's krijgen. Anderzijds ga je audiofiles of audiobestanden krijgen. Je gaat pdf-bestanden krijgen om te lezen. Je gaat oefendocumenten krijgen om in te vullen. Je gaat cheat sheets hebben om mee te nemen als je naar je paard gaat of om snel even te overlopen. En al dat komt samen in het framework op een nieuw platform. En op dat platform ben je nu dus naar die video aan het kijken. En zoals je weet is dit een programma dat je op eigen ritme kan doen. Maar sommigen onder jullie praten graag ook met anderen. Maar ook op dit platform heb ik nu de mogelijkheid gecreëerd opdat er een community zal worden gevormd in de toekomst. Waar alle studenten kunnen samenkomen en waar alle studenten met elkaar kunnen praten. En verder zal er ook nog een maandelijkse Q&A zijn waarin ik al je vragen zal beantwoorden. En uiteraard, aangezien dit een Nederlandstalig programma is, zal ik een maandelijkse Q&A in het Engels doen voor de Engelstaligen en een maandelijks Q&A voor de Nederlandstaligen. De resultaten die ik jou kan beloven dat jij kan krijgen, is voornamelijk als je dit programma inderdaad stapsgewijs zal volgen. Dan ga je niet overweldigd worden en dan ga je ook alle kansen hebben om dit snel te leren en succesvol uit te voeren. Maar wat je wel moet beseffen, is dat de oefening, hoe vaker je het gaat oefenen, hoe meer vooruitgang dat je gaat krijgen in dit programma. Ik zal je ook uitleggen in het programma hoe dat je best oefent, want in het begin oefen je best thuis, vooral dat je naar je paard gaat. Maar denk eraan, oefening geeft jou vooruitgang. En door het opnieuw en opnieuw en opnieuw te doen, ga je ook goede gewoontes aankweken. Vooraleer dat ik dit programma even ga beëindigen, ga ik je ook nog even enkele getuigenissen geven. In de eerste plaats van Bernadette, die dit programma online heeft gevolgd vorig jaar via de Facebookgroep. En ze zegt, ik vond het een zeer leerzame training. Omdat ik nu meer inzicht heb hoe het echt gaat met een paard. Als er vage problemen zijn, dan heb ik nu handvaten en ik zie meer de verbindingen tussen onderdelen van een lichaam. Soms is het confronterend, maar anderzijds ook geruststellend over wat er allemaal wel in orde is. Het is echt aan te raden er echt vrijwel dagelijks tijd voor te maken, want dan beklijft het het beste. De begeleiding van Eva is top, de video's helder en de online sessies zijn een goede stok achter de deur om het vol te houden. Ik zou dit iedere paardenhouder aan willen raden. Corinne vertelde ons het volgende. Ik heb de Equine Assessment Blueprint in het Engels gedaan. Toen ik mij aanbelde, had ik nog wat twijfels over dingen in de praktijk leren op afstand. Ja, dat was net voor de corona-uitbraak. Nu weten we bijna niet beter, want alles wordt op afstand gedaan. Mijn twijfels waren zeker ongegrond, want de lesstof, geschreven foto's en filmpjes, zit erg goed in elkaar. En de wekelijkse Zoom-meetings met Eva, waarin tijd is voor uitleg, vragen en bespreken van de opdrachten, zijn erg leerzaam. Na heel veel oefenen, jezelf filmen en dit terugkijken, zeker ook na de cursus, ga je leren zien welke problemen jouw paard kan hebben. Dit kan best wel confronterend zijn. Maar ik kan iedere paardeneigenaar deze cursus aanraken doordat je nu beter in kunt schatten welke hulp je voor je paard nodig hebt. Bijvoorbeeld de dierenarts, masseur of tandarts. Op de website of in de Facebookpagina kan je nog meer getuigenissen lezen. Nu, wat is er inbegrepen in de prijs? Zoals ik heb gezegd, je hebt pdf's, je hebt werkbladen, je hebt cheat sheets, je krijgt de video's, de evaluatievideo's, de beoordelingsschablonen, de audiobestanden, de community. En je krijgt een jaar toegang tot dit nieuwe platform vanaf het moment dat je je inschrijft. De bonussen,
Zoals ik al heb gezegd, je krijgt dus maandelijk private live Q&A gedurende 3 maanden. Dan je krijgt de afdrukbare Equine Information Pack in het Nederlands, die welke niet beschikbaar is in de shop. Je krijgt nu ook een voucher ter waarde van €97 bij een deelname aan de Level 1 programma in 2021, welke begin juli start. En de extra bonus voor de 20 eerst ingeschrevenen krijgen nogmaals een afdrukbaar information pack. In dat geval kan je kiezen bijvoorbeeld voor de mens of dat voor de hond. De Early Bird Prize geldt tot 30 juni en die is momenteel €97 BTW exclusief. Als je nog meer over onze andere programma's wilt weten, ga naar de website www.advancedphotonictherapy.eu. Maar je kan ons ook terugvinden op YouTube, op Facebook en in de Facebookgroep, allemaal onder de benaming van Advanced Photonic Therapy.